Studio Brussel. In Gent ontvang je Studio Brussel nu op FM 94.5. De gevriegoe zijn ze in de 94.5. Voor alle Gentenaren FM 94.5. Zo is dat. Viermaal per week spelen we op TV1 het taalspelletje Topscoren. Twee nieuwe kandidaten trachten aan de hand van letters woorden te vormen. En het komt er vooral op aan vlug te zijn. Quizmaster van dienst is Ben Krabbe. Goedenavond, dames en heren. Welkom in een nieuwe aflevering van Topscoren. We hebben twee gloednieuwe kandidaten. Enerzijds uit Herent, dat is de streek van Leuven, Monique Gijskes. En zij speelt vandaag tegen iemand uit Heist op den Berg. Dat is Erik van de Putten. APPLAUS. Dit zal wel Erik zijn, zeker? Monique? Nee, dat denk ik niet. Nee. Monique Gijskes, jij woont in Herent. Ja. Dit programma kwam tot stand met de medewerking van Belgacom. Drie wijzen vanavond zijn Jacques Vermeire, Fred Brouwers en Felice Dambiano. In zeker weten gaat professor Kruithof in de clinch met de jeugd en ziet een vrouw de Canadese vader terug van haar oorlogskind. En daarna in NV de Wereld, reïncarnatie in Vlaanderen en de zoektocht naar edelstenen in Colombia. Vanavond op TV1. Het wordt een televisieavond die wij u warm aanbevelen. En nu tot aan het burenfeuilleton mag Paul Severs zijn zomerhits nog eens vertolken. Vorig jaar vierde hij zijn zilveren jubileum en nog altijd is hij het idool van velen. Luister maar. Belgische bloemen die je zelf kan samenstellen. Mooi verpakt in een leuke doos en met een origineel kaartje eraan. Donna, Donna. Het Donna Bouquet voor iedereen die zichzelf en de anderen wil verwennen. Vrijdag op TV2 en zaterdag op TV1, Vlaanderen Vakantieland. Onderwerp nummer 1, de Open Monumentendag. Dit is een monument, maar ook een school. De hele monumentendag lang kan je naar scholen die er soms uitzien als kastelen. Wat dacht u van deze fraaie trap? En zo heeft Vlaanderen Vakantieland er nog een paar. Onderwerp nummer 2, everzwijnen in Duitsland. Je vindt ze in het wildpark Vulkaaneifel. Samen met fossiele en vulkanische openluchtzwembaden. Vrijdag en zaterdag Vlaanderen Vakantieland. Zoals elke werkdag omstreeks 7 uur is het ook nu weer tijd voor een aflevering van het populaire tv-feuilleton Buren. Madge moet wat stoom afblazen, want ze pikt het niet langer dat haar jeugdvriendin Harold wil versieren. Ze is dan ook iets ondeugends van plan en als je het mij vraagt, ze heeft groot gelijk. En ik ben ook benieuwd of Mike en Jenny hun toekomst onder ogen durven zien. Neighbors, everybody needs good neighbors.